Goedenavond, welkom allemaal en vooral ook een warm welkom voor onze gastspreker van vanavond, Bert van der Woude, een zeer gewaardeerd reisleider van Dritour. Leuk dat u zich heeft aangemeld voor dit webinar van Malta. Malta is inmiddels op groen gekomen voor wie dat in de gaten heeft gehouden. En daar zijn wij natuurlijk heel erg blij mee, want het gaat goed met de coronacijfers op Malta. Maar toch gaan we vanavond niet echt op pad en neem ik u gewoon nog virtueel mee op reis naar dit bijzondere eiland. Met haar rijke historie, waar ook de apostel Paulus een tijd heeft mogen wonen. En daarmee is het ook vooral een interessante bestemming voor zowel de gewone vakantieganger en toerist, als voor de maatwerkreisleiders die met een groep gemeenteleden bijvoorbeeld naar Malta zouden willen gaan. En dat willen we vanavond graag laten zien en horen in deze presentatie. Ik zal zelf van start gaan met een presentatie, waarin ik het een en ander vertel over het eiland Malta en over de toeristische bezienswaardigheden daar. En dan zal Bert het stokje overnemen en Bert zal wat vertellen over de apostel Paulus en de tijd die hij op Malta doorbracht. En natuurlijk zal er ook gelegenheid zijn om vragen te stellen. U kunt dat via de chat doen. En mijn collega Andreas, die ook aanwezig is voor de technische ondersteuning, die zal proberen al tijdens de webinar deze vragen schriftelijk te beantwoorden in de chat. En mocht dat niet lukken, dan kunnen we ze altijd na afloop ook nog mondeling behandelen. Dus voel u vrij om uw vragen te stellen. Hier ziet u de kaart van het eiland Malta. En de Republiek Malta die bestaat uit drie eilanden. Het eiland Malta, het iets kleinere Gozo en het eigenlijk vrijwel onbekende en piepkleine eilandje Comino, wat u hier ziet liggen. En Malta is eigenlijk maar een heel klein eiland. Het is 316 vierkante kilometer. Nou, dat zegt u misschien niet heel erg veel, maar om u een indruk te geven, dat is de helft van het eiland Terschelling. En op Malta wonen zo'n 500.000 mensen. En als u dat dan weer vergelijkt met het eiland Terschelling, dan betekent dat dat er 100 keer zoveel mensen op Malta wonen als op Terschelling, naar verhouding. Dus u ziet wel hoe ontzettend dichtbevolkt Malta is. En op de wereldranglijst staan zij daarmee dan ook op de vierde plek. Malta ligt in de Middellandse Zee en het ligt ten zuiden van Sicilië. En ten noorden van de kust van Tunesië en Libië. Hoewel Malta heel klein is, heeft het heel veel te bieden. En dat komt ook door haar gunstige ligging in het midden van de Middellandse Zee. En door haar natuurlijke havens, die u hier ook goed op de kaart kunt zien, al die inhammen. En daardoor gaat de geschiedenis ook al echt heel lang terug. Vele handelaren gebruikten namelijk Malta om een tussenstop te maken met hun handel. En de eerste resten van menselijke beschaving die gaan heel ver terug, ver voor Christus. Zelfs langer terug dan Stonehenge of de piramides van Egypte. Dus dat is een hele lange tijd. En dat vindt u allemaal terug op Malta. En zo'n 200 jaar voor Christus kwamen de Romeinen naar Malta. En dit is eigenlijk ook het tijdvak waarin de apostel Paulus een tijdje op Malta neerstreek. En vervolgens zijn er een lange tijd Arabieren geweest die de scepter zwaaiden. En vanaf 1530 kwamen de kruisridders, ook wel bekend als de Malteser Orde. Rond 1800 zijn de Britten neergestreken op Malta. En pas in 1964 is Malta een onafhankelijke republiek geworden. Nou, in Malta wordt op dit moment vooral Maltees gesproken en daarin komen nog heel veel Arabische klanken voor. En ook de Britten hebben hun sporen nagelaten, want de tweede taal is het Engels. Dus dat is ook ideaal voor toeristen, want je kan je overal in het Engels verstaanbaar maken. Maar ze rijden er ook links, dus oppassen geblazen bij het oversteken, want menigeen zal zich vergissen. En bijvoorbeeld ook de rode brievenbussen vindt u terug op Malta. Dus ook veel invloeden van de Britten. Op Malta werken wij samen met Malta Vacations en dat is een tour operator waar wij erg blij mee zijn. Ze zijn adequaat en ze reageren snel als we iets vragen.
zijn prettige mensen en ze organiseren eigenlijk voor ons alles op het eiland. En dus ze boeken de hotels voor ons. En ze zorgen dat er een bus is, dat er een gids is. En zelfs de excursies en de lunches worden door Malden Vacations geregeld. De voertaal met hun is in het Engels. Maar de gidsen die zij voor ons regelen, die spreken gelukkig Nederlands. En dat heeft natuurlijk ook onze voorkeur, omdat de groepen dat zelf ook heel erg prettig vinden. En straks zult u ook nog gids aan het woord zien en horen. Oké, dan gaan we onze reis beginnen over het eiland. En dan beginnen we in Valletta. Dat ziet u hier liggen. En dat is de huidige hoofdstad van het eiland. Het is de kleinste hoofdstad van Europa. Het is ook de meest zuidelijk gelegen hoofdstad van Europa. Nou, en wellicht ook wel de mooiste. Maar dat laat ik natuurlijk aan u zelf over, of u het daarmee eens bent. En dan zult u er toch echt eerst geweest moeten zijn. Het oude centrum van de stad staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. En nou ja, dat is niet onterecht. Want er zijn 320 monumenten te bekijken op nog geen halve vierkante kilometer. En daarmee heeft het ook de hoogste concentratie historische gebouwen van de wereld. Nou, tel daar dan nog maar eens even de gekleurde mooie deuren bij op, de bijzondere balkons, de honingkleurige gebouwen die u hier ook overal ziet en de torenhoge vestingmuren. En dan zult u begrijpen dat Valletta de place to be is op Malta. Nou, wat ziet u er al zo al op Malta? Op Valletta, sorry. Er zijn de Baracca Gardens, prachtig tuinencomplex. Met lommerrijke tuinen en een heleboel bijzondere planten en bomen. We hebben onder bijvoorbeeld de pistachebomen. En ze zijn opgesplitst in de lage tuinen en de hoge tuinen. En ze zijn verbonden met elkaar door een enorme grote lift. Hier heeft u de Upper Baracca Gardens. En die zijn bovenop de stadsmuren gebouwd. En u heeft daar vanaf een prachtig uitzicht over de stad. En bijzonder is dat er kanonnen staan, 500 jaar oude kanonnen. Die zijn daar ooit geplaatst om de stad veiligheid te bieden tegen piraten en andere vijanden. En sinds 1820 hebben ze besloten die dagelijks te laten afgaan om 12 uur 's middags. En die traditie duurt nog steeds voort. En als u een bezoek brengt aan de stad en aan deze tuinen, dan is het dus leuk om daar rekening mee te houden en te zorgen dat u rond een uur of 12 daar aanwezig bent. Dan gaan we verder. Daar heeft u de St. John's Cathedral. En dat is een van de bekendste en belangrijkste bezienswaardigheden van de stad. Deze kathedraal werd in de 16e eeuw gebouwd en die staat midden in het centrum. En is vooral in barokstijl opgetrokken van binnen. En versierd met veel fresco's en bladgoud. En nou ja, ik laat het hier. Ik probeer het wat beter te laten zien. U moet ervan houden natuurlijk. Persoonlijk is het mijn smaak niet, maar heel veel mensen vinden het prachtig. En de allerbelangrijkste bezienswaardigheid in deze kerk is het schilderij van Caravaggio van de onthoofding van Johannes de Doper. Dan is er de Grand Master's Palace, een indrukwekkend stadspaleis uit 1571. Die is gebouwd om twee grote binnentuinen heen en ook weer in honingkleurige steen. En dit gebouw dat hangt vol met schilderijen en harnassen en de vloeren zijn er ook prachtig. En het is destijds ontworpen door de kruisridders. En je vindt er dan ook het grootste wapenarsenaal van de Maltese orde. En een leuk detail is dat de Maltese president in dit gebouw zijn werkruimtes heeft. Valletta heeft de grootste natuurlijk gevormde haven. En nou ja, dat is dan ook een belangrijke plaats in de stad. Hier kwamen vroeger al heel veel Romeinse handelaren met hun waren om te laden en te lossen.
En in de Tweede Wereldoorlog is hier een groot bombardement geweest. Nou, inmiddels wordt deze haven niet meer door echte handelaren gebruikt, maar vooral voor pleziervaart. En de cruiseschepen leggen eraan. Want de grote haven is verschoven naar een andere plaats. Daar kom ik straks nog even op terug. Een andere bekende plek hier vlakbij is de Valletta Waterfront. Hier vindt u een verzameling eeuwenoude pakhuizen. U ziet ze hier naast elkaar liggen. En vroeger meerden hier alle zeelui aan om hun lading te ontdoen van de boot. En die werd dan ook gecontroleerd door de douane. Maar tegenwoordig zijn deze pakhuizen volledig gerenoveerd. En dan zitten er cafés en restaurantjes in. Er vinden soms muziekoptredens plaats en culturele evenementen. Dus eigenlijk is het één groot uitgaansgebied geworden. En een heel gezellig deel van de stad. En bovendien is het ook een knooppunt voor transportmiddelen als de watertaxi. Of de kleine bootjes waarmee je dagtochtjes kan maken op de Middellandse Zee. Dat zijn de speciale loetsu-bootjes. Ik kom daar straks nog even op terug, maar dat zijn de typisch Malteser bootjes. Nou, vanuit de hoofdstad zijn er nog veel meer excursies te maken naar andere delen van het eiland. En dan beginnen we hier in Marsha Shlok. Ik heb even moeten oefenen op de uitspraak, want het heeft nog Arabische klanken, waar ik daar straks in de inleiding ook al over vertelde. En dat sommige plaatsen en voorwerpen nog echt Arabische klanken hebben. Nou, dit is er zo één. En Marsha Shlok, dat is een traditioneel vissersplaatsje, wat iconisch is voor Malta. En wel vooral vanwege deze bootjes die u hier ziet. De traditionele vissersbootjes, die ook wel loetsu worden genoemd. En deze bootjes zijn van hout en die zijn geschilderd in de vier primaire kleuren. Dus geel, blauw, rood, groen. En iedere vissersfamilie heeft zijn eigen kleurencombinatie. Dus zij kunnen heel makkelijk op het water zien wie waar vaart met het bootje. Nou, het is verder een heel gezellig stadje met een promenade. Veel terrasjes, dat ziet u hier ook al wel. En visrestaurantjes en een vismarkt. En de grote haven waar ik het over vertel, de economische of commerciële haven, zoals u het wilt noemen, die bevindt zich eigenlijk net hier buiten, buiten Marsha Shlok. En daar vindt nu de handel plaats. Een bezoek aan deze plaats wordt heel vaak gecombineerd met een bezoek aan Hajar Im. Dat ziet u hier liggen. En Hajar Im, daar bevinden zich opgravingen plaats waar ik ook in het begin al iets over vertelde. Ik vertelde namelijk dat de geschiedenis heel ver teruggaat, nog verder dan Stonehenge. En een mooi voorbeeld daarvan zijn de megalithische tempels van Hajar Im, die u hier ook op de foto ziet. En de rotsblokken waar deze mee gebouwd zijn, die staan boven op een heuvel aan de ruige kust. En het zijn enorme rotsblokken, zo groot dat de bevolking vroeger dacht, nou, die gebouwen die moeten wel door een reuzenvolk zijn gebouwd. Het dateert uit 3200 voor Christus. Dus ouder dan de piramides waar ik het over vertelde. En het is gemaakt van een zacht soort kalksteen. Er zijn hier ook nog wel andere archeologische opgravingen gedaan, zoals bijvoorbeeld beelden. We vervolgen onze tocht over het eiland en dan gaan we naar de stad Medina. Ziet u hier, midden. Medina is de voormalige hoofdstad van Malta en het wordt ook wel de stille stad genoemd. Nou ja, waarom wordt het stille stad genoemd? Eigenlijk vooral omdat als alle toeristen weg zijn om vijf uur, de stad helemaal uitgestorven lijkt. En daarom wordt het ook wel stille stad genoemd. Vroeger was het de hoofdstad en dat is veranderd toen de kruisridders kwamen, want die hebben in 1571 Valletta als hoofdstad benoemd.
En daarvoor, al die tijd, was dat Medina. En Medina werd ook wel de adellijke stad genoemd. En deze naam die dekt eigenlijk meer de lading. De stad ligt op een soort plateau van 225 meter hoogte. En daar vandaan kijk je prachtig uit over het hele groot deel van Malta. En als u er door de stad wandelt, dan waant u zich echt in de middeleeuwen. En ook van de baroktijd ziet u veel terug. Er zijn slingerende straatjes, er zijn paleisachtige gebouwen, zoals u hier ook ziet. Veel kerken en kloosters. En niet te vergeten de enorme stadsmuren. En alles weer in de bekende honingkleur, waarin heel veel gebouwen op het eiland Malta gebouwd zijn. Helaas is er in deze stad een aardbeving geweest in het jaar 1693. En toen zijn er wel vrij veel gebouwen verwoest. Waaronder ook de St. Paul's Cathedral. En die hebben ze later weer herbouwd. Die ziet u ook hier. Deze is vernoemd naar de apostel Paulus. Nou, er zijn nog wel meerdere bezienswaardigheden die u gaat bekijken in Medina. Die staan dan weliswaar niet op de foto, maar zijn ook best de moeite waard. In de vroegere slotgrachten namelijk hebben ze een heel mooi stadspark gemaakt. En er is nog een mooi bewaarde middeleeuwse villa te bekijken. En dat zijn allemaal dingen die u in Medina zult gaan zien. Vlak bij Medina, eigenlijk als een soort voorstad ertegen aangebouwd, bevindt zich de stad Rabat. En in de tijd van de Arabieren werden hier de doden begraven. En lange tijd is dat ook zo volgehouden, ook door de mensen die er daarna woonden. En het werd dus eigenlijk een dodenstad en heeft heel lang geduurd voordat de stad eigenlijk gebruikt ging worden voor bewoning. En daarna kwamen er vooral veel religieuze orders die zich daar vestigden. Moet u denken aan de Franciscanen, de Dominicanen, de Augustijnen. En er zijn nog heel veel nonnenkloosters en monnikenkloosters van hun te vinden. En de kerken zitten ook wekelijks nog heel erg vol met de parochianen. En hier ziet u de St. Paul's Church, ook alweer vernoemd naar Paulus. En daaronder bevindt zich de grot van Paulus. En daar komt straks vast nog meer over als Bert van der Woude aan de beurt is. Maar het bijzondere van Rabat is dus eigenlijk dat de meeste, mooiste bezienswaardigheden zich onder de grond bevinden. Zoals hier de catacomben. Dan gaan we meer noordelijk, naar het noorden van het eiland Malta. En daar bevindt zich het St. Paul's Island. Dit is een klein eiland dat 100 meter voor de kust ligt. En waar u met de befaamde Lutsu, de kleine bootjes, naartoe zult varen. En dit is ook het eiland of de rots waar apostel Paulus destijds schipbreuk heeft geleden. Nou, eigenlijk wordt het ook wel eens de St. Paul Islands genoemd, dus dan in een meervoud. En waarom is dat? Nou, omdat afhankelijk van het getijde het water over het midden van het eiland stroomt bij vloed. En waardoor er als het ware twee eilandjes ontstaan. Nou ja, nou kun je eigenlijk bijna niet van eilanden bespreken, want het zijn eigenlijk meer rotskliffen. Maar goed, St. Paul's Island heeft dus eigenlijk twee namen. En bovenop dat eiland bevindt zich een 12 meter hoog beeld van de apostel. En hij waakt als het ware over dit eiland. Nou, het eilandje waar we het over hebben ligt in de St. Paul's Bay. En dan kom ik meteen op een heel toeristische plaats, want dit is een van de meest geliefde plekjes voor toeristen om te verblijven op Malta. Er zijn heel veel restaurantjes, er is een mooie boulevard waar je eindeloos op kan wandelen. Nou, de befaamde bootjes waar we het over hadden liggen hier allemaal, dus het is ook fotogeniek. En het water is weer kristalhelder, er is mooi zandstrand en vanwege de natuurlijke baai is er ook veel luwte, waardoor je heerlijk vroeg in het jaar al kunt zonnen. En volgens de bewoners zelf is het de mooiste plek voor de zonsondergang.
Nou, als je dit ziet, krijg je vanzelf ook zin in vakantie, vind ik. Dan gaan we naar het eiland Gozo, het kleinere zusje van Malta. En bijna iedere groep gaat hier een dagje naartoe. Als je als gewone toerist er naartoe gaat, kun je er ook prima iets langer verblijven. Maar de meeste groepen zullen er een dagtocht naartoe maken. Het is ongeveer 20 minuten varen, dus dat valt reuze mee. En het eiland is 15 kilometer lang en 7 kilometer breed. En u zult zien dat het een heel ander eiland is. Het heeft een heel andere sfeer. Het is rustiger en het lijkt alsof de tijd er heeft stilgestaan. Hier ziet u Gozo. En dan beginnen we in Victoria. Dat is de hoofdstad. En Victoria is centraal gelegen op Gozo en is vernoemd naar de Britse koningin. En de Arabieren, die ook een tijd natuurlijk in Malta gewoond hebben, die noemden deze plek Rabat. En dus de stad Rabat, die kom je meerdere keren tegen, zowel op Gozo als op Malta. En er is een prachtige citadel in Victoria en die staat ook op de werelderfgoed van UNESCO. En nou, die ziet u hier ook heel goed afgebeeld op de foto. Hij ligt prachtig hoog op de rotsen en is volledig gerestaureerd. En vanaf de vesting heb je een heel mooi uitzicht over de stad. En destijds hebben ze deze vesting zo gemaakt, ook weer om zich te verweren tegen piraten en andere vijanden. En nou ja, veel mensen gingen binnen die vesting wonen, omdat ze zich daar veilig waanden. En later kwamen er steeds meer mensen die zich net buiten die vesting gingen settelen. Omdat ze het idee hadden dat ze dan ook nog wel veilig waren, want dan konden ze snel uitwijken naar de stadsmuren, binnen de stadsmuren. En zo is er eigenlijk langzaam een grote stad ontstaan. En dat is dan nu Victoria. Nou, het volgende wat u meestal op Gozo gaat bekijken is de Tapinu-kerk. Die ziet u hier. En dat wordt ook wel de basiliek van de gezegende maagd genoemd. En is momenteel een heel populair pelgrimsoord. Want in het jaar 1880 hebben ze een stem gehoord, een vrouwenstem. En die kwam uit de kapel. En nou ja, goed, sindsdien is het eigenlijk een pelgrimsoord geworden. Nou, u ziet het is een prachtige honingkleurige kerk. En hij ligt tegenover een heuvel. En die is te bereiken via een kruisweg van beelden. Die ziet u hier niet afgebeeld, maar dat ligt hierachter. En vanaf die heuvel heeft u dan een prachtig uitzicht op de omgeving. En nou ja, als u de kerk ziet, dan begrijpt u wellicht ook waarom het een prachtige plek is om naartoe te gaan. Dan gaan we naar Klandy Bay. Dat is een heel mooi stukje kust. Ik vind er lekker zandstrand. Steile kliffen. Nou, dat ziet u hier niet super goed op de foto. Maar deze sleuf loopt nog een heel eind door. Dus dit rotsgebied loopt helemaal door. Nog een heel stuk verder. Waardoor het eigenlijk een prachtige lange inham is. Met een zandstrandje aan het eind. En ook daarmee een heel geliefd oord. En een mooi stukje kust voor wie van natuur houdt. Vinden zich ook hier veel grotten langs de rotsen onder de zee. Nou, dat stukje natuur vindt u ook terug bij de zoutvlaktes. Die ziet u hier. Dit gebied strekt zich uit over ongeveer 3 kilometer. En de traditie van het zoutwinnen vindt hier al meer dan 350 jaar plaats. En het is dan ook een van de oude traditionele industrieën. Van Gozo. Dan heb je Dweira B. Ik kan het niet heel goed uitspreken. Ik denk dat het ook van het Arabisch stamt. En als iemand anders weet hoe je het uit moet spreken, ben ik er ook wel weer benieuwd naar, want ik heb het niet kunnen vinden. Maar ik probeer het op deze manier. En deze baai is eigenlijk vooral bekend vanwege de rotsen die u hier ziet. Koraalstenen rotsen. En door erosie en wind is er destijds een gat ontstaan.
in die rotsen. En dat leek een soort raam. En daarmee had je een hele populaire toeristenplaats. Dat heette het Blauwe Raam, Blue Window. En zo had het nog wel meer namen, maar allemaal met de termen raam en blauw. Alle talen. En daar gingen altijd heel veel toeristen naartoe. Het was een heel fotogenieke plek. En dan kon je heel mooi dat raam zien. En door dat raam zag je dan de blauwe zee of de blauwe lucht. Maar helaas, in 2017 is dat stuk rots neergestort bij een grote storm. En in de zee gevallen. Dus die is niet meer te zien. Toch is het nog steeds een plek waar heel veel toeristen naartoe gaan. Gewoon omdat de kust er mooi is. En je hebt er bovendien ook de fungusrots. Die ziet u hier. En dat is een grote 60 meter hoge rots die uitsteekt uit het water. En waar je als persoon niet kan komen. Hè, dus niet toegankelijk. Maar het is echt een natuurreservaat. Nou, zoals u ziet, het bezoek aan Gozo is meer dan de moeite waard. En dat geldt eigenlijk ook nog voor Blue Lagoon. Dat is een stukje kust hier tussen Gozo en Comino in. En ook dat is een heel mooi stuk kust, wat heel geliefd is bij toeristen. U ziet dat hier, glashelder water, koraal onder het water. Er zijn rotsen waar je op kan zitten, pootje baden, kleine zandstrandjes ertussen. Kortom, een echte vakantieplek. Nou, afhankelijk van hoe lang u naar Malta gaat, en sommige groepen gaan 6 dagen, andere 8, sommige 10 dagen. Dus afhankelijk van hoeveel tijd er te besteden is en hoeveel vrije tijd je ook wilt, zijn er nog andere dingen die er op Malta te zien zijn. Zo kun je naar Taali. Taali is eigenlijk een vrij rustig dorp dat vlakbij Medina en Rabat lag, waar we het eerder over hadden. En je vindt hier een natuurreservaat. Je vindt er een amfitheater, je vindt er het voetbalstadion van Malta. Nou, dat is natuurlijk nu heel actueel. En je vindt er ook een voormalig militair vliegveld. En dat vliegveld is dus niet meer in gebruik. Maar de hangars zijn allemaal heel goed, hebben een goede bestemming gekregen. Want de hangars worden gebruikt als werkplaats voor kunstenaars. En zo zitten daar nu pottenbakkers, glasblazers, wat u hier ziet, pottenbakkers, beeldhouwers, houtbewerking. U kunt het zo gek niet bedenken. En ieder heeft zijn eigen hangar waar hij zijn werkplaatsje heeft en zijn winkeltje. En toeristen vinden dat natuurlijk een prachtige plek om ook wat souvenirs te kopen en zelfs te kunnen zien hoe het werd gemaakt. Dus zeer de moeite waard. Dan hier centraal op het eiland, zo'n 10 kilometer van Valletta, ligt de stad Mosta. Dat is een hele drukke stad, centraal op het eiland. En hier vind je de prachtige Rotunda Mosta, oftewel de Mosta Dome. En dit is een hele mooie 56 meter hoge koepelkerk, die ziet u hier ook. Die geflankeerd wordt door 2 klokkentorens. En ook weer in de mooie honingkleur die we gewend zijn van Malta. En aan de binnenkant van deze koepel zitten allemaal mozaïektegeltjes. U kunt het hier een beetje zien. Hier kunt u het beter zien. En zo is het hele dak bekleed met kleine mozaïektegeltjes. En voor de rest aan de wanden vele fresco's en ook weer het bekende bladgoud. Maar al met al een prachtige kerk om een kijkje te nemen. En hier heeft zich nog een bijzonder verhaal afgespeeld. Want in de Tweede Wereldoorlog is er tijdens een dienst, toen er 3000 mensen aanwezig waren in deze kerk, is er een bom afgevuurd en die viel op het dak. En wonder boven wonder ging de bom niet af. Veroorzaakte natuurlijk wel schade aan het dak en er was rond vliegend puin. En het wonder van Mosta is dat er niemand van de 3000 aanwezigen gewond is geraakt. En dat is toch wel een heel bijzonder verhaal wat ik even met u wilde delen.
En voor de rest is er in Mosta zijn er nog tientallen andere kapellen te bekijken, maar deze rotunda is wel de bekendste. Nou, dan hebben wij op deze manier in vogelvlucht het eiland Malta bekeken en natuurlijk ook een stukje van Gozo. En nou ja, ik hoop dat u daarvan genoten heeft, dat u zich even een beetje in Malta gewaand heeft. En dan gaan we nu, geef ik het stokje door aan collega Bert van der Woude, die wat gaat vertellen over de tijd van apostel Paulus op Malta. En nou, dan zie ik u zo dadelijk weer terug. Dankjewel, Annemieke. Mijn plaatjes komen erbij. Ik heb een kleine PowerPoint voorbereid om het over Paulus te hebben. Want waarom zou je naar Malta toe gaan? We hebben net alles gezien wat het oog streelt en wat je daar allemaal kunt doen aan vrije tijdsbesteding, vakantie vieren, samen zijn. Maar voor Drietour is het ook belangrijk dat er een reden is om Malta te bezoeken als een soort pelgrimage. We zoeken naar een soort mooie mengeling van aan de ene kant plekken die je bezoekt om er stil te worden, om elkaar ook te leren kennen op een manier die voor een gewone vakantie misschien wat minder geldt. En de apostel Paulus is op Malta geweest en de Maltezen zijn nog steeds ontzettend dankbaar dat Paulus daar ooit was. Want als je het leest in het boek Handelingen, waar de schipbreuk van Paulus, en dat is het eerste plaatje wat we hier zien, mensen aan boord die in paniek zijn, die bang zijn, het stormt, het spookt op zee. En Paulus die maant iedereen tot rust en zal uiteindelijk ook ervoor zorgen dat niemand van de bemanning omkomt. Een prachtig verhaal te lezen in Handelingen 27. En in het volgende hoofdstuk, daar staat dan dat als ze dan allemaal gered zijn, dan komen ze op het eiland waarvan ze horen dat het Malta heet. En ik lees het even voor. De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk. Ze verwelkomden ons en staken een vuur aan omdat het was gaan regenen. Nou, dat buitengewone vriendelijk, dat hebben ook de moderne Maltesers natuurlijk graag op zichzelf betrokken. Malta is een gastvrij eiland en je bent er altijd meer dan welkom. In de nieuwe vertaling die ik net heb voorgelezen staat plaatselijke bevolking. Lees je het in het Grieks, dan staat er de barbaren, maar dat laten ze weg. Goed, mag ik het volgende plaatje zien? Iets over Paulus. De apostel Paulus heeft lange tijd bij mensen nou niet echt de mooiste gevoelens wakker gemaakt. Paulus met zijn uitspraken in zijn brieven over vrouwen, die in de gemeente moeten zwijgen, die als ze wat willen weten het thuis aan hun man moeten vragen, dat soort dingen, maakte hem bij veel mensen wat verdacht. En je ziet dat ook aan de titel van het boek van Karen Armstrong, zeer, zeer lezenswaardig overigens, wie naar Malta gaat, lees het. Want het geeft in beknopte en ja, ook inspirerende manier weer wie Paulus was. En onder de naam Paulus zien we staan onze liefste vijand. De Engelse titel heet Paul the Apostle, we love to hate, aan wie we graag een hekel hebben. Om het niet sterker uit te drukken, die we graag haten. En waarom? Precies om die dingen die ik net aangaf. Paulus als iemand die lelijke dingen over vrouwen zegt, die homoseksualiteit veroordeeld heeft. We kunnen nu gelukkig zeggen, ik ben er zelf ook heel blij mee, dat het beeld van Paulus veranderd is, drastisch. Paulus geniet bij mensen binnen het christendom en daarbuiten steeds meer respect. Mensen hebben ontdekt dat hij helemaal niet de drammer is voor wie we hem vaak gehouden hebben of buitenstaanders, maar dat het een hele bewogen en bevlogen man is die ongelooflijk veel gedaan heeft. Moeite heeft getroost om het evangelie onder mensen te brengen. Het evangelie van de menselijkheid, mag ik wel zeggen. Ik kom daar zo nog op terug. Dus Paulus is wat dat betreft iemand die je op zijn best ook leert kennen op Malta. Maar dan moet je wel de plekken bezoeken die aan hem gewijd zijn. En dan is het fijn als een reisleider daar ook iets moois over kan zeggen. Voor informatie over Paulus kun je ook heel goed terecht bij Vic Meijer, die van zichzelf zegt dat hij geen gelovig is, maar het graag zou willen zijn. En die ook heel veel bewondering voor Paulus heeft. En dat komt op elke bladzijde van zijn boek naar voren. Want alleen al het feit dat Paulus tijdens zijn reizen 17.000 kilometer heeft afgelegd, te voet, per ezel, per boot,
per wagen of wat dan ook, dan kun je wel bedenken dat hij er heel veel voor over gehad heeft. Als ik het volgende plaatje even mag zien, dan krijgen we al een beeld waar Paulus allemaal geweest is. Het is een wirwar van lijnen, maar je ziet het op het plaatje middenonder. Daar wordt aangegeven welke reizen Paulus gemaakt heeft. Het zijn drie zendingsreizen die hem naar Klein-Azië hebben gevoerd. Op de tweede zendingsreis naar Griekenland. En op zijn laatste reis. En daarbij doet hij Malta aan. En dat zeg ik dan nog wat vriendelijk, want hij leidt een schipbreuk. Het was eigenlijk niet de bedoeling dat hij daar terecht zou komen. Maar ze raken in een storm op zee, verdwaald. En uiteindelijk, de boot gaat verloren, maar de mensen blijven leven. En komen ze terecht op het eiland Malta. Nummertje 26 op deze kaart. Als je al ziet dat er zoveel plekken zijn waar Paulus geweest is, dan die zijn allemaal de moeite van het bezoeken waard. Maar Malta heeft de eer van wat ik net al aangaf, de bevolking als buitengewoon vriendelijk, en het is Paulus' laatste reis. Als je hoofdstuk 28 leest van het boek Handelingen, dan hoor je ook dat hij een tijdje op Malta gebleven is. Dat wordt met zoveel woorden aangegeven. Namelijk, na 3 maanden op Malta vertrekt Paulus weer met een schip en gaat dan uiteindelijk via Sicilië. Sommige mensen reizen ook graag. Drietour heeft dat een tijdje aangeboden, maar als je het een gemeentereis zou organiseren, is Malta ook heel mooi te combineren met Sicilië. Een stad als Syracuse is erg mooi. Maar goed, ook wie zich beperkt tot Malta komt volledig aan Paulus toe en wat deze apostel ons te zeggen heeft. Het volgende plaatje graag. Hier een klein overzichtje van wat er met Paulus allemaal gebeurd is. Dan weten we ook een beetje waar we moeten kijken naar de tijd. Het werd net al aangegeven, de tijd van de Romeinen. Paulus is een tijdgenoot van Jezus, vermoedelijk iets eerder geboren. Heeft Jezus pas ontdekt. En dat staat bij de jaartallen, of bij het jaartal 33, het licht op weg naar Damascus. Dan begint hij zijn vervolging, of verhevigt hij zijn vervolging van de christenen, maar wordt onderweg naar Damascus verrast door een licht dat hem verblindt. En dan ontdekt hij, om het maar heel kort te zeggen, hoe verkeerd hij eigenlijk bezig was door geloof en fanatisme met elkaar te verwarren. Terwijl hij later, je zou hem zo kunnen noemen, de apostel van de genade wordt, die ontdekt dat niets wat in het leven belangrijk is door eigen inspanning wordt verkregen, maar vooral door ontvankelijk te zijn en jezelf daarvoor open te stellen. Van een fanaticus wordt hij een vriendelijk en menselijk mens. En dat zie je later ook als je zijn brieven leest. Met dat beeld van deze man die aan het eigen lijf heeft ervaren hoe dat is, om te kunnen veranderen in iemand die niet moet, maar mag. Ook dat is de moeite waard om dat te gaan vertellen als je met elkaar stilstaat bij Paulus. Vanuit Damascus gaat Paulus nadenken over hoe dan verder. Het was voor mij persoonlijk een belangrijke ontdekking dat Paulus niet onmiddellijk na zijn bekering op weg is gegaan. Die indruk had ik vroeger altijd, maar als je nu kijkt bijvoorbeeld op dit plaatje van 38 tot 44, dat is 6 jaar Paulus uit beeld. Wij weten dan niet wat hij gedaan heeft. Maar ik stel me zo voor dat hij zich heeft bezonnen op wat hem is gebeurd en heel goed heeft voorbereid waar hij later mee gaat beginnen. Hij gaat niet overijld op reis. Het is een bezonnen, vriendelijk man geworden die goed nadenkt over hoe ga ik wat ik zelf heb geleerd aan mensen overbrengen. Hoe breng ik de boodschap van Christus, deze menselijkheid die niet beperkt mag blijven tot Israël, maar universele betekenis heeft. Hoe breng ik die bij mensen? En daar heeft hij de nodige tijd voor gebruikt om daar achter te komen. Het enige nadeel is, wij weten niet wat hij precies gedaan heeft. Maar goed, daar valt nog wel iets over te leren. Er zijn verschillende theologen geweest die hebben een reconstructie gemaakt. En wie als reisleider deze reis voorbereidt, ik zou zeggen, verdiep u erin. Het is zeer de moeite waard. Dan maak ik even een sprongetje. Want Paulus gaat in het jaar 60, vermoeden we, na Christus naar Rome. Hoe komt hij daar? Waarom gaat hij daarheen? In Jeruzalem wordt Paulus belaagd. Er wordt een aanslag op hem voorbereid. En dan lees je ook dat
is in hoofdstuk 24 dat Paulus een zuster heeft en dat de zoon van zijn zuster, zijn neefje, ontdekt dat er een aanslag beraamd wordt. Die waarschuwt Paulus en dan komt er tenminste een fatsoenlijk proces. En tijdens dat proces beroept Paulus zich op de keizer, want hij is Romeinse staatsburger. En dan verkrijgt hij het recht om zich voor de keizer te mogen verantwoorden. Vandaar de reis naar Rome, die hem ook in Malta zal brengen. Het volgende plaatje graag. Hier een beeld van Paulus. Mensen hebben zich net als bij Jezus afgevraagd, hoe zag Paulus er dan uit? Daar hebben we eigenlijk geen idee van. Maar in de loop der tijd heeft zich wel een beeld gevormd. Paulus is de man met de grote ogen. Die ooit misschien heel fel en fanatiek konden kijken. En die later wat zachter zijn geworden. Wat meer naar mensen kijken. Niet op een veroordelende, maar op een luisterende manier. En dit is een afbeelding van de beroemde schilder El Greco. Een Griek die in Spanje furore heeft gemaakt. En daar bekend is geraakt als de Griek El Greco. Een prachtig beeld van Paulus heeft hij hier geschilderd. De volgende graag. Deze wilde ik u ook niet onthouden. Want op basis van alle portretten die zo'n beetje in de kunstgeschiedenis de ronde doen, heeft een afdeling van de Duitse politie heeft een fantoombeeld laten maken. En zo'n beeld van opsporing verzocht. Gezocht deze man. En dan kom je ongeveer op dit beeld uit. Een smal gezicht, spitsig baardje, vind je steeds in de kunst terug. En weer, wat vooral in deze man ook innemend is, dat zijn zijn grote bruine ogen, die mensen indringend, maar ook liefdevol aanstaren. En voor de rest mag iedereen daar de eigen fantasie op loslaten. Maar ik vond dit wel een aardige poging om Paulus een klein beetje dichterbij te brengen. Het volgende beeld. Paulus beroept zich op het Romeins burgerschap. Dat gaf een heleboel rechten en voorrechten. Hoe wist men dat je een Romeins burger was? Nou, om heel kort te gaan, je kon een soort paspoort bij je hebben. Zo'n houten plankje waar dan met een griffel in een waslaag namen konden worden genoteerd. We weten niet of Paulus dat had. Maar heel veel mensen die hadden ook hun namen. Ik heb een paar voorbeelden ervan neergezet. De beroemdste is natuurlijk Gaius Julius Caesar. Zo deden de Romeinen dat. Die gaven mensen een voornaam. Gaius in dit geval. Julius is de familienaam. En de meeste mensen hadden ook een bijnaam. Want als je heel veel Gaiussen hebt en Juliussen, dan wordt het een beetje lastig. En Caesar kreeg deze bijnaam. Dat betekent letterlijk krullenbol. Dus Gaius, die er eentje van Julius is. En dit is een krullenbol. En van Caesar hebben wij later keizer gemaakt. Maar door deze namen en ze te voeren en dit soort dingen bij te dragen, wist men vrij zeker dat iemand zich niet ten onrechte beriep op het Romeins burgerschap. De volgende graag. Dan komen we bij Paulus' reis naar Rome. En dan komen we ook dicht bij Malta. De hele reis en alles wat er gebeurt is na te lezen in hoofdstuk 27 van het boek Handelingen. Tijdens die reis gebeurt er heel veel. En op een gegeven moment, want ik kan niet alles noemen, komt men terecht op Kreta. En daar is de naam Veilige Haven te zien. Paulus die was daar graag gebleven. Die waarschuwt iedereen ook. Ga niet verder. Blijf hier overwinteren. Nee, zeggen de mensen, wij moeten wel verder. Want we kunnen ons dat niet permitteren om zo lang ergens te blijven. Bovendien had het schip waarschijnlijk graan aan boord. En dat zou dan misschien vochtig worden en bederven. Maar Paulus heeft niet zozeer het lot van de kooplieden op het oog, maar meer van medemensen. Ten slotte was het schip vooral gevuld ook met gevangenen. En hij bedacht, mensen die winst maken komen wat mij betreft op de tweede plek. Mensen op zichzelf op de eerste plek. Dus een beetje anticapitalisme zie je hier ook al bij Paulus. Een mooi verhaal om te vertellen. Dan komen ze vanuit de veilige havens, als ze dan toch gaan varen, ondanks de waarschuwing van Paulus, in een storm terecht die maar aanhoudt. 14 dagen lang. Het verhaal staat vol met scheepstermen. Maar Lucas, de evangelist, heeft daar ook allemaal evangelische motieven in gevlochten. Die de moeite van het uitzoeken waard zijn. Dat de reis 14 dagen duurt, althans het hoogtepunt vindt plaats op de 14e dag. Dat is in de Joodse kalender de dag van het paasfeest. Van het weer opstaan, het te boven komen, de dood
niet ondergaan, maar levend worden. De uittocht, noem al die dingen maar op. Paulus besluit op enig moment, mensen, houd moed, word rustig. Hij groeit dag voor dag aan boord tot iemand die maar gevangen is, van iemand die maar gevangen is, tot iemand die uiteindelijk mensen de redding verkondigt en die ervoor verantwoordelijk is dat uiteindelijk niemand van de 276 bemanningsleden omkomt. En dan komen ze, nadat het schip vergaan is, maar de mensen zijn gered, en dan komen ze op Malta. Het volgende plaatje. Even het idee van een schip. Het is handig als je het hoofdstuk 27 van Handelingen leest, om dan even een plaatje van een schip te laten zien. Dit is vermoedelijk de beste constructie die er is van zo'n graanschip. Als je dat zo ziet, dan denk je, hoe kwamen daar ooit 276 mensen aan boord? Er zaten natuurlijk heel veel in het ruim die aan het roeien waren, want dat moesten de slaven doen. Maar dit is een aardige indruk van zo'n schip. De volgende plaat graag. Dit is de schipbreuk aan de ene kant. Die zien we op de achtergrond. Mensen die zich met houten planken en ander drijfgoed proberen te redden. En dan sluit ik eigenlijk af met wat we rechts onderaan zien. Dan zien we een vuurtje aangestoken. Paulus die wat hout wil schikken en dan opeens we zien uit dat vuurtje zien we een slang tevoorschijn komen. En daar betoont zich Lucas, die dit allemaal optekent, een ware evangelist. Als je de evangelieën leest, en in dit geval het evangelie van Marcus, wat Lucas zeker gekend heeft, dan staat er in het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 16, wat volgt christenen als teken? Dat ze slangen oppakken en zelfs als ze gebeten worden, dat ze er niet door zullen omkomen. De slang is een oud symbool voor het kwaad. Alles wat mensen bedreigt en belaagt. En dat Paulus juist het onmenselijke, het kwade, het bedreigende uit de weg ruimt, toont hem hier op Malta op zijn meest menselijk. Het volgende plaatje graag. We hebben dit al eventjes gezien. Wil je Paulus bezoeken en die verhalen ook tot hun recht laten komen, zowel wat ik net vertelde, ik zou er nog veel meer over kunnen zeggen, maar zoveel tijd heb ik niet. Dat is natuurlijk St. Paul's Bay en St. Paul's Island, met dat 12 meter hoge beeld, waar je naartoe kunt. Het is wel mooi. Gidsen geven daar ook gelegenheid voor, en als ze dat niet doen, dan moet je die gelegenheid zelf grijpen, om met mensen aan de voet van zo'n beeld te staan, en een gedeelte uit de laatste hoofdstukken van Handelingen te lezen. Het volgende plaatje. Nog een keer Paulus die zijn hand in het vuurtje steekt. Er zijn talloze afbeeldingen van wie je op reis gaat en hierover wil vertellen. En ook bijvoorbeeld tijdens een zondagse viering dit verhaal wil uitdiepen. Doet er goed aan om wat materiaal te verzamelen van tevoren en goed te kijken. Want het is meer dan een incident, die slang in het vuur. Het gaat werkelijk om de verkondiging van menselijkheid. Om vriendelijkheid met medemenselijkheid te beantwoorden. Paulus verkondigt eigenlijk helemaal niet zoveel op Malta. Hij is er, hij zorgt voor mensen, hij legt ze de handen op, hij bemoedigt ze, hij stelt ze gerust. Alles wat Jezus tot iemand maakt, die laat zien wat God voor mensen, of hoe God om mensen geeft, maakt Paulus op Malta waar niet door veel te praten, maar door te laten zien hoe het werkt en hoe mensen dat mogen voelen. En dat kun je ook heel mooi uitleggen op de volgende plek, het volgende plaatje, namelijk de grot van Paulus in Rabat. We hebben het net gehoord, er staat een kerk en onder die kerk is een grot die je kunt bezoeken. En in die grot is het ook heel goed mogelijk om een moment van stilte te houden, om met elkaar een lied te zingen, om een gedeelte uit het evangelie te lezen. En een bijzonder verhaal is dat Paulus, we weten niet precies waar hij geweest is, maar dit wordt als plek aangewezen die het meest waarschijnlijk is. En waarom zouden we oude tradities niet geloven? Paulus is de gast van Publius, die op dat moment de belangrijkste man is op Malta. En op deze plek waar nu die grot is, heeft Paulus die 3 maanden dat hij op Malta was vermoedelijk doorgebracht. En een van de eerste dingen die wordt verteld is dat hij de vader van Publius geneest. De man heeft hoge koorts, zijn darmen zijn van slag. En ook dat genezingsverhaal laat Paulus op zijn meest menselijkst zien.
Want wat doet hij? Hij gaat naar deze man toe, legt hem de handen op. Als je Marcus leest, Marcus 16, ik citeerde het net ook al, dan is een van de tekenen die christenen vergezellen, niet alleen maar dat er slangen worden opgepakt, maar dat je mensen ook zegenend en helend de hand boven het hoofd houdt. En precies dat doet Paulus. Koorts is een teken van opwinding. Dat je darmen het niet goed doen is ook een teken dat mensen helemaal van slag zijn. En de rust die Paulus aan boord van het schip al bracht, waardoor ze het er allemaal levend hebben afgebracht, laat hij hier weer zien, doordat hij juist die vader van Publius, die van onder en van boven, zou ik bijna zeggen, oneerbiedig zeggen, belaagd wordt door dingen die hem onrust geven, die hem in de war maken. Met zijn toonbeeld van menselijkheid laat Paulus zien dat er iets anders is wat mensen heel kan maken. En dat is op Malta mooi om dat in een dagsluiting of in een meditatief moment juist op deze plek te laten zien. Dus wie naar Malta gaat en een groep gaat leiden of meegaat, verdiep je in Paulus. Kijk wat er allemaal te ontdekken valt. En dan geef je mensen behalve een mooie vakantie ook nog iets van bezinning en diepgang mee. Dankjewel, Bert. Dat zou ik zeggen.